Twee jaar nadat de commerciële productie op 1 oktober 2016 begon, heeft Nieuwmond Suriname 1 miljoen ounces goud in de Merian Goudmijn in Oost-Suriname geproduceerd. Deze spannende mijlpaal is bereikt dankzij het harde werk, de toewijding en de vaardigheden van onze medewerkers en zakelijke partners, zegt Albert Ramdien, Senior Director External Relations van Nieuwmond in Suriname. Het goudbedrijf heeft in totaal een ontwikkelingskapitaal van $525 miljoen geïnvesteerd. Onze partnerschappen met de overheid, staatsolie en lokale Pamaka-gemeenschappen vormen de basis van het succes van de mijn en we kijken uit naar nog vele jaren van veilige, efficiënte en verantwoordelijke goudproductie in Suriname, benadrukt Ramdien. Volgens hem is in 2018 de tweede fase van het Merian-project veilig, op tijd en binnen het budget voltooid. Gebaseerd op huidige goudreserves projecteert Nieuwmond Suriname een mijnleven van ongeveer 15 jaar voor Merian. Het personeelsbestand van Nieuwmond Suriname bestaat voor 95% uit Surinamers, van wie een vijfde deel afkomstig is van de Pamaka-gemeenschap. Het bedrijf blijft investeren in lokale economische en sociale ontwikkeling door middel van infrastructuur, training en lokale inkoop van goederen en diensten. Nieuwmond Suriname LLC, voorheen bekend als Suriname Gold Company LLC, is een volledige dochteronderneming van Nieuwmond Mining Corporation die de mijn exploiteert namens Suriname Gold Project CV.